Ja, en onze kijkers zijn van de details. Dus het is u vast wel opgevallen dat vandaag ook bij de opsporingstiplijn tips werden aangenomen door de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Meneer Akerboom, we mogen heel even inbreken. Zijn er al interessante tips bij u binnengekomen vanavond? Zeker, ik heb meerdere tips gehad. En er zijn toch ernstige zaken, maar mensen weten dan toch heel goed hele gedetailleerde informatie te geven over kleding vooral. Ja, heel bijzonder om dat iedere week weer te merken. U bent hier niet vanavond om uw collega's te helpen. U heeft ook nieuws, mooi nieuws. Ja, gebleken is dat in het afgelopen jaar in deze moeilijke, toch vaak ook complexe zaken, toch in 43% van de zaken verdachten worden aangehouden. En dat vind ik heel goed nieuws, want het gaat toch vaak om hele ernstige kwesties, ook vandaag weer. En dan is dit heel goed nieuws, vooral ook dankzij de kijker. Want het is echt iets wat we samen doen, hè? Zeker. Nou, goed te horen, 43% van de zaken volgen dus aanhoudingen in. En ook vanavond heeft u weer ontzettend goed meegedacht. We besteden vanavond aandacht aan een zeer brute straatroof in Geldrop, waardoor een mevrouw van 86 een week in het ziekenhuis heeft gelegen, omdat ze door deze man op de grond werd gesmakt toen hij haar tasje meerukte. Er zijn op dit moment al tips dat het om een tiener gaat die echt ook wel in de omgeving waarschijnlijk van Geldrop woont.